Mijn naam is Corine en dit is podcast Creenelia episode 30. Het is vandaag woensdag 3 juli. Ik wilde eigenlijk vorige week filmen, hè, dat zeg ik bijna elke episode, maar vorige week was het heel erg warm en ik had het druk en ik had veel te doen en ik was moe en nou ja, een heleboel excuses en redenen, maar ik dacht nou dan doe ik het vandaag. Eigenlijk zou ik vandaag vrij zijn van mijn werk, maar ik heb een dienst gewisseld op verzoek van iemand. Dus ik moet vanmiddag werken. Dus ik dacht, nou, dan neem ik deze ochtend gewoon voor het filmen. En ja, ik heb wat laten zien. Niet super veel van mijn gevoel. Ik heb echt het idee dat ik veel minder tijd heb om te breien en zo. Ja, dat is eigenlijk ook zo natuurlijk. Want ja, de week is snel gevuld met al die uren. Maar ik heb wel wat om te laten zien. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik wilde ook nog iets laten zien van het haken, maar dat heb ik beneden laten liggen. Dus dat komt de volgende keer. En misschien is het dan ook wel af. Ja, een slokje koffie. Het is droog vandaag. Gisteren hebben we best wel wat regen gehad. Maar volgens mij wordt het vandaag wel droog. Wat wel nat is, is mijn haar. Ik heb net gedoucht. En nou ja, dat is een beetje fluffy. En het zal wel. Maakt dat niet uit. Goed, wat heb ik om te laten zien? Een paar dingen. Ik heb iets af. Daar zal ik gewoon mee beginnen. Als je mij op Instagram volgt op mijn account Creenelia underscore. Heet het underscore? Platliggend streepje? Volgens mij wel, maakt niet uit. Alle linkjes staan trouwens hier onder de video. Dan heb je gezien dat mijn tosta-tea af is. Ik zal het even... ja, zo. Dat is deze. En zoals je ziet moet ik nog steeds de draadjes wegwerken. Dat is echt wel schandalig dat ik dat nog niet gedaan heb. En eigenlijk moet ik hem nu gewoon even aantrekken. Dat kan ik wel even doen. Dus ik pauzeer even de video, trek ik even mijn shirt aan. Zo, ik heb hem aan. Ik draag hem op een, ik heb een nieuwe rok aan trouwens, dus daar heb ik hem even op aan. Ik sta nu op mijn tenen. En hij komt tot ja, boven mijn heup, zeg maar. Ik weet niet of ik deze vaak zal gaan dragen, want hij is best warm. Dit is een patroon van Rebecca Klo van de Creabea. Had ik nog niet verteld volgens mij. De Tolstatie, een heel populair patroon. Ik zal even een rondje maken. Ik heb hem gebreid met Yarn and Colors. Epic, dat is dikke katoen. Aran Weight katoen. Brei ook met naald 5. En de bedoeling was om dit t-shirt in wit te breien. Maar ik had niet genoeg bollen. Ik had 5 bolletjes van het wit. Of 4,5 eigenlijk, want ik had al iets gebruikt. En dus heb ik besloten om er maar een streepentruitje van te maken. Want ik wilde gewoon het patroon een keer breien. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Ik heb de mouw een beetje te strak afgebonden. Afgekant. Ik weet niet hoe dat kan. Er zit geen rek in. Maar op zich zitten ze wel goed. Ik heb ze ook iets langer gebreid dan volgens mij in het patroon staat. Ik hou niet van die hele korte mouwen. En ik denk, als ik ze wat langer breid, kan ik die streep nog een keer herhalen. Ik heb een vrij korte boord gebreid. Dat is gewoon maar 1 bij 1 rib. En dan, volgens mij zit het iets van 2 centimeter. Ja, wit. Dit is de kleur. Ice blue geloof ik. En dit is denim. Wat ik niet mooi vind is de aanhechting hier van een nieuwe draad. Dus dat moet ik nog even kijken of ik dat aan de achterkant wat kan wegwerken. Want ik brei dan meestal de draad mee. Maar ja, dit is heel dik garen, dus dat zie je gewoon heel goed. En dat vind ik niet mooi, dus dat moet ik nog even oplossen. Voor de rest, ja, hij is vrij aansluitend eigenlijk. Ik kan het natuurlijk ook zo in een rok doen. Hoe heet dat? De French Tuck heet dat geloof ik. Dat is tegenwoordig heel populair. En dan, ja, de rok die ik aan heb, is trouwens de rok van Simply Grey. Die heb ik pas gekocht. En ik dacht dus dat er zakken aan de zijkant in zaten. Dat is dus niet zo. Die zitten aan de voorkant. Dat vind ik niet zo heel fijn, eerlijk gezegd. Misschien dat ik dat nog ga oplossen door aan de zijkant zakken te maken. Maar goed, ik dwaal af. De Tolstatie. Ik heb hier een beetje extra ruimte, vind ik erg. Ik vind de halslijn mooi geworden. Wat heb ik gedaan? Ik heb extra short rows gebreid aan de achterkant. Dus je moet geloof ik
4 keer of zo, ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Die short rows breien aan de achterkant, de verkorte toeren, zodat je halslijn wat hoger komt te liggen aan de achterkant. En ik had op het patroon al gezien dat ik hem, dat hij vrij hoog zat, een beetje zo. Nou, als je mij vaker, mijn video's vaker kijkt, weet je dat ik dat niet prettig vind. Dus ik denk, ik doe een extra set verkorte toeren. Nou, dat heeft goed uitgepakt. Nu vind ik de halslijn prima. Daardoor werden ook de meerderingen bij de raglanmouwen kwamen erbij. Dus misschien heb ik dat niet helemaal goed gedaan hoor. Maar ja, ik was extra verkorte toeren aan het breien. En toen moest ik ook nog over die raglan heen. Ik denk, dan ga ik gewoon het patroon verder. Dus ik had op een gegeven moment iets meer steken dan het patroon aangaf. Welke maat heb ik gebreid? Dat weet ik niet. Ik had natuurlijk mijn schrift al klaar moeten leggen, maar heb ik niet gedaan. En toch staat hier. Ik heb maat 2 gebreid. En ik ben 30 mei begonnen en 15 juni had ik hem af. Dus ik heb hem ongeveer 2 weken over gedaan. En ik heb er niet elke dag aan gebreid. Hij weegt in totaal, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb hier wel opgeschreven puntje, puntje, gram, maar dat staat op mijn Ravelry pagina en daar heb ik nog niet bijgewerkt in mijn schrift. Ja, ik heb gebreid met naald 5 mm voor het lijf en 4 voor de boorden. Extra toeren aan de mouw heb ik gedaan. En ik heb als notitie erbij gezet, volgende keer brei ik maat 3. Voor wat meer ruimte hier, positive ease. Ik denk, wat voel ik hier een keer, maar dat is dat draadje dat moet niet wegwerken. Oh, daar valt iets uit. En de volgende keer ga ik hem ook in DK garen breien, dus wat dunne garen. En dan met naald, ja, ook met naald 4 en 3 mm. En dan ga ik een maat omhoog, dus dan ga ik maat 3 breien. Want ja, dit truitje ga ik zeker nog een keer breien. Dit is gewoon zo'n lekker model op zich. Ik snap echt dat het een populair patroon is, want het is gewoon voor de zomer heel, heel fijn truitje. Alleen als het 30 graden is, is dit te warm. Want dit is gewoon dikke katoen. En ik had eigenlijk ook zoiets van, ik wil het truitje een keer breien om te proberen of het echt zo'n leuk patroon is als iedereen beweert. Nou ja, dat is eigenlijk wel zo. En, het is me echt bevallen. En ik wilde mijn garen opmaken, mijn voorraad. Dus dit garen had ik nog in mijn voorraad. En ik had er eigenlijk geen bestemming voor, want ik had maar een paar bollen van elke kleur. En ik denk, ik zie wel hoe ver ik kom. Nou, van het wit heb ik nog zo'n friemeltje over. Van het blauw heb ik wel wat meer over. Ik heb dit garen ook nog in donkerrood, geloof ik, en groen. Ik heb het gewoon helemaal warm. Ik kom van douchen. En misschien had ik er nog wel een keer eentje brei met Epic, Yarnicons Epic. Maar dan ga ik ook een maat omhoog, want ik wil hem iets ruimer hebben. Maar op zich is hij nu gewoon, ja, hij voelt niet strak. Hij zit ook niet te strak. Hij is een beetje, misschien komt dat door de strepen, denk ik. Aangesloten, zo ziet het eruit. Dus ja, op zich best een leuk truitje. Zal ik hem aanhouden? Ja, waarom niet? Ondanks alle friemeltjes die ik nog moet wegwerken. Had ik echt al lang kunnen doen, hè? Dat is echt schandalig. Maar dat zijn van die klusjes, die laat ik altijd liggen. Ja, ik moet echt wat dat betreft mijn leven aan verbeteren. Maar goed, dat was dus de tolstatie. Meer kan ik het denk ik niet over vertellen. Heb ik allemaal gedaan. Ik spiek even mijn schrift. Oh, hier staan de kleuren ook. Dit is geen, wat zei ik nou net? Ja, het is ice blue. Die lichtblauw is ice blue. En die donkerblauw is dus denim. En van denim heb ik minder dan 1 bol gebruikt. Want het zijn maar een paar toeren. En wat heb ik gedaan? Dit heb ik er niet bij gezet. Hoeveel toeren ik iedere keer gebruikt heb voor de strepen. Dat kan ik nog wel even tellen, want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En dan kan ik het in mijn Ravelry pagina zetten. Maar volgens mij heb ik dat niet vermeld. Maar dat kan ik alsnog doen. Ik heb trouwens niet zo heel erg gelet op de, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Die jockless stripes in het Engels. Dus als je een truitje in het rond breidt, want je breidt deze van boven naar beneden, dan brei je natuurlijk spiraalgewijs. Dus je krijgt een trapje wanneer je wisselt van kleur. En er is een trucje voor om dat te voorkomen. Nou, de ene keer heb ik daar wel op gelet en de andere keer niet. En ik dacht, het is wel goed zo. Het valt amper op. Maar ja, op zich kun je dus gewoon met dit patroon heel erg spelen qua
model. Je krijgt een heel uitgebreid patroon wanneer je dit bestelt. Ook met instructies van fingering weight, geloof ik. Maar ja, je kunt het gewoon heel makkelijk zelf aanpassen met garen en naalden. En dat komt goed. Dus de volgende keer brei ik in DK weight en dan ga ik echt met naald 4 breien. En misschien moet ik dan zelfs wel omhoog naar maat 4 in plaats van maat 3. Maar dat zie ik dan wel. Hangt ook van de garen af. Maar leuk truitje om te maken. Echt een aanrader. Patroon van de Crayabea. En je krijgt een uitgebreid patroon. Nu heb ik volgens mij alles verteld. Ja, kijk maar gewoon op haar website, op haar Ravelry pagina. Ja, ik hou hem even aan. Het is nu niet super warm. Dus nu vind ik het heel comfortabel zitten. Eigenlijk. Ja, ik loop alleen vergeet met al die draadjes. Maar ja, ik had net een zwart t-shirt aan. En dat kan ook. Ik moet vanmiddag werken. Dus ik moet me vanmiddag sowieso omkleden naar mijn werkkostuumpje. Maar laat ik dit nu gewoon even aanhouden. Dat was de tolstatie. Wat staat er nog meer op mijn lijstje? Oh ja, ik heb een nieuw patroon gekocht. Volgens mij in de afgelopen periode. Kan ik trouwens even zien, want ik heb natuurlijk op mijn patroon staan. En ook dat ligt hier niet. Moet ik ook weer even. En lekker voorbereid vandaag. Ik dacht dat ik goed voorbereid was, maar niet. Ik heb een topje gekocht. Een patroon van een topje. Dat is deze. Dat is de Sandrine top van Gregoria Fibers. En dat is van Anna Castillo. Zij maakt best wel leuke patronen. Ik heb nog meer van haar patronen in mijn favorietenlijst staan op Ravelry. Maar dit is het eerste dat ik gekocht heb. Een zomerstopje. De zomer is niet echt hier aanwezig momenteel. Maar goed, ik denk laat ik toch eens een keer een topje breien. Want ja, vorige week was het opeens 30 graden. Ik vind het echt verschrikkelijk hoor. Want dan is het hier boven bijna 40 graden. Zo warm wordt het hier dan. Dan kan ik hier ook niet zitten. Maar ik merk dat ik nu werk en ik maak soms best veel uren in de week. Soms meer dan 30 in plaats van de 25,5 die ik eigenlijk heb. Maar dat maakt niet uit. Dat is nou af en toe eenmaal zo. Dan kom ik thuis van mijn werk en dan gooi ik mijn werkspullen uit. Ik stap onder de douche, want even opfrissen. En soms trek ik gewoon een oude pyjama broek aan of zo, of een t-shirt. Terwijl ik inmiddels kleren genoeg heb. Gewoon omdat ik er een puff niet voor heb om iets normaals aan te trekken of normale kleding. Maar soms ben ik dan zo moe. En s'avonds sowieso niet. Want ja, als ik tot 10 uur dienst heb, ben ik met een beetje geluk 10:15 thuis. 10:30, hangt er een beetje vanaf. En dan trek ik natuurlijk ook geen gewone kleding meer aan. Maar ja, ik denk, dat moet ik eigenlijk niet doen. Want anders loop ik dadelijk alleen maar in mijn werkkleding of in oude kloffie. Dus ik denk, nu het zo wordt, ik wil er ook wel eens iets leuks aan. Nou, toen zag ik dus dit topje en volgens mij is het heel simpel, dacht ik toen. Nou, dat blijkt ook. Je breidt van boven naar beneden. Er zit een patroontje in. Oh, ik kan dat natuurlijk niet laten zien zo. Ik zal de foto even dichtbij houden. Er zit een heel eenvoudig patroontje in. En je breidt gewoon lekker door. Nu het beter weer wordt, rijden er ook meer trekkers langs. En die rijden af en toe best hard, zoals je hoort. Ik breien hem met Cottony DK. In de kleur oatmeal. Dit garen had ik nog van mijn voorraad, van mijn webshop van vroeger. Ik hoop dat het licht goed. Het is echt een hele lichte tint. Ik heb de lamp hier om de camera staan, maar volgens mij is het wel goed te zien zo. Dit is een mix van 46% katoen, 46% acryl en 8% viscose. En het lijkt dus alsof er een glimmerdraadje in zit. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Ik hou niet van glimdraadjes in mijn werk of in mijn kleding. Maar dit is heel subtiel en het valt ook eigenlijk weg. Ik denk dat dat dan viscose is, maar dat weet ik niet zeker. Maar dit breidt heel erg lekker. Deze bolletjes had ik nog. Nogmaals, ik wil mijn voorraad zoveel mogelijk opmaken, dus ik ga hiermee breien. En dit is ideaal garen voor
zomertopjes en t-shirts. Koffie is inmiddels koud. Dus daar ben ik mee aan mee begonnen. Zo, een boeltje rond. Zo. Ik heb nog niet zo heel veel. En ik zal zo meteen vertellen waarom ik nog niet zo heel veel heb. Kan ik meteen ook wel doen natuurlijk. Ik ben bezig met een testknit en dat heeft voorrang. Al vind ik dit wel heel fijn breien. Ik zal even laten zien wat ik tot nu toe heb. Nog niet zo heel veel zoals ik al zei. Zo ziet het eruit. Dus je breidt van boven naar beneden. Dus dit is eigenlijk de bovenkant. En hier komt straks een boord aan, hier bovenaan. En die bandjes. Op zich breidt het vrij snel weg. Je hoeft ook niet zo heel veel te breiden natuurlijk, want het is maar een topje. En ook hier heb je weer het probleem tussen haakjes, van die strepen die verspringen. Zij heeft er een filmpje bij toegevoegd, of in het patroon. Dan kun je klikken op een filmpje om te zien hoe je die strepen recht kunt doen, zodat ze niet verspringen. Ja, daar heb ik af en toe wel rekening mee gehouden en af en toe niet, want het valt amper op. En ik geloof het wel. Dat komt toch aan de zijkant, dus dat zie je niet. Ik vind het een heel leuk patroon om te doen. Dit vind ik echt een aanrader voor een snel topje. En ik heb al bedacht van, als ik hem straks af heb, wil ik er ook nog eentje in zwart maken. En dan waarschijnlijk dan zonder die dribbelpatroon. Gewoon een hele gladde. Ik draag steeds vaker rokken en ja, in de zomer korte broeken als het weer mee zit. Maar ik vind het allemaal leukst op rok. Ik kan trouwens ook op spijkerbroeken hebben, wat dan ook. Maar ja, ik vind het een hele patroon. Het is echt een aanrader. Ik heb dit gekocht op 17 juni, zie ik. Voor €7,77. Zij is volgens mij Amerikaans, maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht het wel. En wanneer je op Ravelry een patroon koopt, dan berekent diezelfde koers. Dit was niet in uitverkoop, volgens mij. Meestal koop ik alleen een patroon in uitverkoop. En daar heb ik nu niet op gelet. Ik probeer wel patronen te kopen als ik een keer een patroon koop. Dat ik denk van ja, dit wil ik echt vaker breien. Want tenzij het een hele speciale trui is, dat je denkt van nou, één is genoeg. Maar ja, dit kun je zo vaak maken als je wil, in allerlei kleuren. Dat is eigenlijk net als met de Tolstatie. Je gaat nooit mis. En wat ik ook fijn vind aan dit patroon, zijn de bandjes. Ik zie wel eens topjes of hoe heet die dingen, camisoles. En die zijn dan heel erg bloot en die hebben dan van die spaghetti bandjes. En ik denk, ja, allemaal leuk als je 18 bent, maar daar staat mij, ja. Ik weet niet of het mij niet staat, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind niet dat ik daar nog het figuur voor heb of de leeftijd. En het is niet voor niks, hè, dat ik mijn mouwen wat langer brei. Het gaat op een gegeven moment allemaal wiebelen en flapperen. En die bandjes hier, dan er zit precies je BH-bandje zit eronder. Dus ja, ik hou ervan. En als je je BH wel kunt zien, vind ik het geen probleem hoor. Maar ik vind dit dan bij mij net iets leuker staan, denk ik. Dus dit is de Sandrine top van Gregoria Fibers. Wat ik zei, een aanrader. Leuk ding om te breien. Maar ik moet even aan de kant, want ik ben met iets aan bezig dat eerst af moet. Zal ik zo even pakken. Maar eerst een slokje van mijn koude koffie. Ik ging vanochtend koffie maken. En ik denk, wat raar, wat zit er weinig in? Er zat alleen maar melk in. Nog een keer gedaan, weer alleen maar melk. Ja, dan heb ik paniek, hè, als mijn koffieapparaat het niet doet. Dus ik een beetje zitten friemelen en zo. Uiteindelijk kwam er toch wat uit, gelukkig. Geen koffie, daar word ik niet blij van. Ja, waarom gaat de Sandrine top even aan de kant? Ik ben bezig met een testknit. En ik dacht dat ik had op 19 juli, maar hij moet 12 juli al af zijn. Dus ik moet even flink doorbreien. Ik heb al gemaild van, ik weet niet zeker of ik het haal, want ik had me vergist in die datum. En ja, het is gewoon druk op werk. Er zijn veel mensen op vakantie, dus ik moet af en toe een soort extra tijd of extra dienst draaien of zo. Of er is iemand ziek, dat kan ook. Maar ik ga mijn best doen om het op tijd af te krijgen, want dat vind ik fijn. Volgens mij had ik hier de vorige keer al wel over verteld. Dit is de Anna top. Dat is deze. Het is eigenlijk een heel simpel truitje.
van boven naar beneden breien dit ook weer. En er zijn diverse opties. Je kunt hem breien met een V-hals, een iets diepere V-hals of gewoon een ronde neklijn. En ik brei de gewone V-hals. Ik zal even kijken, hier is een foto van met de V-hals. Even uit die focust. Zo'n topje is het. Deze brei ik, deze versie. En waar ben ik nu? Ik ben nu bezig met de rechterschouder. Dit heeft een tijdje stilgelegen omdat ik niet snapte hoe ik die schouder moest beginnen. En ik denk, ja, dat is allemaal goed en aardig, maar ik moet verder met dat ding. Laat ik het maar gewoon vragen. Wij zitten in zo'n groep, zo'n testgroep op Slack. Ik weet niet of je dat kent, Slack. Ik had er nooit van gehoord. Maar daar zit je dan met al die testers in een bepaalde groep en dan kun je vragen stellen en zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik weet niet hoe ik verder moet. Ik snapte het niet, want ik heb dit nog nooit gedaan. Zo'n V-hals gebreid en die hele constructie maakt ook niet uit. Hè? Daarom doe je een test niet en daar leer je van. En het voordeel van een beetje langzamer breien dan de rest, is dat de andere breisters al eventuele fouten uit het patroon halen. Dus dat is een voordeel. En soms brei ik een testpatroon waar geen enkele fout in zit. Nou, echt mijn complimenten aan de ontwerpster. Maar meestal zit er wel iets in waarvan we denken, hey, klopt het wel? En daar zijn die testbreiers dan ook voor, hè, om dat eruit te filteren. En dat is juist prima. Maar goed, ik denk, ik moet verder. Dus ik had op een gegeven moment een foto gemaakt van mijn werk, van waar ik was. Een speld erin geprikt. Ik zeg, moet ik nu bij die speld beginnen? Bla, bla, bla. En ik kreeg reactie op, ja, dat klopt, dat heb je goed gezien. En toen snapte ik het. En toen ben ik begonnen aan de linkerschouder en die heb ik inmiddels af. En ik zal even laten zien waarmee ik brei. Dat is durabele katoen nummer 8. Dat is een kleur licht lila. Ik zie nu dat hij op het scherm heel fel is, maar dat is het niet. Het is heel mat. Dit is een beetje de kleur. Het is geen blauw, beslist niet. Het is, ja... Zo kun je beter zien, denk ik. Het is 100% matte katoen. Het draait op zich lekker. Al draai ik liever met wol, moet ik eerlijk zeggen. Geschikt voor naald 3 en 2,5. Of US 4 mm, 3,5. Ja. Kan ook in de wasmachine op 60 graden kun je het wassen. Dus dat is ook handig voor kinderkleding natuurlijk. En er zit 50 gram op. Ik heb nog de ouderwetse labels. Vind ik helemaal leuk. Waarom zit hier nou mijn haar op? Zit in mijn tasje. En dit is wat ik tot nu toe heb. Van de week heb ik echt wel even flink doorgebreid. En ik denk als ik eenmaal in de ronde kan breien. Dus als ik eenmaal de linker en de rechter schouder, het voorpand, heb vastgemaakt. Dus dat het helemaal rond zit. Dan hoef ik alleen nog maar naar beneden te breien. Dan ben ik zo klaar. Dus ik kijk hoor. Dus dit is dus de achterkant. Dus je legt hem zo erop. En dan komt het hier samen uiteindelijk. En de onderkant, dit moet samen. Ik ben alleen bang dat ik de verkeerde maat heb gekozen. Ik vind het zo smal allemaal. Misschien valt het mee hoor, maar... Katoen rekt best wel, kijk. Ik vind wel dat ik dit niet netjes heb gedaan. Het bobbelt heel erg. Het kan goed zijn dat wanneer ik deze test niet af heb, dat ik alles weer uithaal en het opnieuw ga doen en netter ga doen. Maar voor nu moet de test niet gewoon af. Dus daar let ik nu even niet zo op. Even kijken, waar is hier de schouder? Al hier. Dus dat komt zo. Kijk. En dan komt hij daar straks tegenaan. Dan heb ik een mooie V-hals. En dan kan ik aan de achterkant een beetje meerekken. Ik heb hier nu een touwtje doorheen gedaan. En heb ik even vastgeknoopt zodat alles goed blijft zitten. Alles steken. Dus ik denk dat het wel een beetje krap wordt onder de armen. Maar ja, wat ik zei. Oops, mocht het echt te strak worden voor mij, dan haal ik het gewoon uit. Maar ja, mijn ervaring is dat katoen vaak toch nog wel wat meerekt. En wanneer je dan die steek opneemt, kijk,
Hier vind ik het nogal aardig gedaan. Had ook netter gekund hoor, maar ja, dit is een leermoment. Hè? Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik vond het ook heel lastig te zien om waar ik die steken moest opnemen. En misschien ga ik hier wel gewoon een sierrandje overheen haken met vaste of zo, dan valt het niet op. Maar bij deze kant, de rechterkant, is het veel lelijker. Heel bobbelig. Ik snap dat niet. Je ziet al die bobbels. Dus ik moet die bobbels een beetje naar achteren duwen straks. Misschien vastzetten. Ja, en anders ga ik hier echt iets overheen beduren of breien of een randje vast te haken. Maar ik moet hem eerst eens afmaken. Kijken of het past. En hopen dat ik de juiste maat heb. Volgens mij, ik dacht van wel, maar ik kan me vergissen. Ja, op zich wel leuk om het een keer te doen, om dat te leren. Dit is ook zo'n patroon, als ik het eenmaal snap, dan wil ik hem zeker nog een keer maken. Want ik vind truitjes met een iets ruimere hals vind ik gewoon fijner. En je kunt dus kiezen voor een gewone V-hals of een iets diepere V-hals. Nou hoef ik ook niet zo dat de V-hals helemaal tot bijna op mijn navel reikt, zeg maar. Dat vind ik gewoon mooi. Dus ik dacht, die eerste V-hals, de minder diep, is volgens mij diep genoeg. Ja, ik denk het wel. Dus komt er nog een speciale boord aan? Dat weet ik eigenlijk niet. I-cord. Je gaat met een i-cord ga je afkanten. Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Dus ja, dit is de Anatop van... Dat heb ik helemaal niet gezegd. Volgens mij de Anatop van Claire Sleek. En ze is op Instagram, maar ik weet niet. Ook op Ravelry uiteraard. Maar ik weet niet of ze daar een aparte naam heeft. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik dacht gewoon Sleek, maar dat weet ik niet zeker. Dus de Anatop van Claire Sleek. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of het haar eerste patroon is, ja of nee. Dat is eigenlijk wel slecht voor mij dat ik dat gewoon niet weet. Maar goed, ik brei gewoon lekker verder. Waarom ben ik vrij? Wat is het vandaag? Ik ben morgen vrij en vrijdag. En in het weekend heb ik 2 avonddiensten, dus kan ik overdag nog breien. Nou, dan kom ik al een heel eind. Dus ik ga mijn best doen om het op tijd af te krijgen. En ze zei van tevoren al van mensen die het niet op tijd afkregen, dat was geen ramp. Maar ik wil het wel graag, Dan denk ik, ik heb me aangemeld voor een test, ik moet je het ook op tijd afkrijgen. Het is gewoon mijn eigen schuld dat ik het niet goed gelezen had. Want ik dacht dus 19 juli in plaats van 12. Ja, dat scheelt toch weer een week. Maar goed, dit is dus de Anatop en die gaat. Daar gaan we lekker mee door. Heb ik nog iets anders? Tolstoot. Oh ja, was dat vorige week? Ja, vorige week hadden we het feestje van mijn vriend. Die is een novemberjarig. Maar hij wilde zijn verjaardag vieren in de zomer. Vond hij leuk. Hij denkt, kunnen we allemaal naar buiten, barbecue en zo. Heel gedoe. Hebben we gedaan. Het was even spannend vorige week of het allemaal droog zou blijven, ja of nee. Want op vrijdag heeft het bijna de hele dag nog geregend hier. En op zaterdag is het de hele dag droog gebleven. Nou, we waren helemaal blij. En zondag regende het weer. Dus het kwam precies goed uit. Ik heb toen nog wat gekregen. Het grappige was, we hadden gezegd, of hij had eigenlijk gezegd van... De mensen die hij had uitgenodigd, geen cadeaus. Ik heb alles al, je komt, jouw aanwezigheid is genoeg cadeau. En iedereen nam cadeaus mee. Dus als je geen cadeaus op je verjaardag wil of op een feestje, moet je erbij zetten, geen cadeaus. Dan komen ze allemaal met een cadeau. En dat hebben we ook gezegd, hè? Van ja, we hadden gezegd geen cadeaus. En dan zegt ze, ja, maar ja, ik vind het zo lullig om met niks aan te komen. Dus we hebben heel veel wijn gehad. Hij dan eigenlijk, het was voor hem, maar ik mag meedrinken. Heel veel wijn en een paar mooie planten en zo. En was echt niet nodig geweest. Maar goed, ik heb dus ook wat gekregen. Niet van hem. En dat zijn 2 boeken. Dus van een oude schoolvriendin van hem. Ze had al eens een keer gezegd van... Ik heb een boek over sokkenbreien en ik doe het niet. Wil jij het hebben? Ik zei, ja, dat is goed. Maar ja, we zien elkaar zelden of nooit. Af en toe een verjaardag. Dus ik heb deze gekregen. Dit is misschien wel een bekend boek. Voor velen. Sokbox. Socks. Een boek. Van Justin Balken door Stine en Stitch. Ja, er staan echt prachtige sokken in. Ik zal dan
gesteld. Ik vind die kleuren zo mooi, dat blauw met oker en dat wit. En heel veel leuke patronen. Ik had er een paar gezien waarvan ik denk, oh, die wil ik wel. Ook veel kleurwerk dus. En welke had ik nou gezien die ik wilde maken? Ja, ik vind deze ook zo leuk. Heel simpel eigenlijk. Streepjes. Maar ik vind die kleurencombinatie zo vrolijk. Dus daar ben ik heel blij mee. En daar ga ik zeker wel sokken uitmaken. En ik heb nog een boek gekregen van haar. Ze zei ja, ik mocht een keer een boek kiezen. Toen heb ik iets gekozen. En zij haakt wel, maar ze breidt eigenlijk. Volgens mij breidt zij minder. Sokken breien doen ze sowieso niet. Ik heb dit gekregen. Dit is, hoe heet het? Noors breien. Van Linko Neumann. Heel mooi boek. Er staat een hele leuke deken in. Nou was mijn nichtje er ook. En die houdt heel erg van Zweden. Hè? Zij en haar vriend. En daar gaan ze ook af en toe. En mijn nichtje is hartstikke zwanger. En toen zag ik iets heel leuks. Een heel leuk kleed. Kijk dan. Ik vind deze kleuren niet per se mooi hoor. Want ik kleed dit wel. Maar die blauw vind ik te fel. En dat oranje met bruin is ook niet echt mijn ding. Het is wel een heel leuk babytje trouwens. Oké, zo leuk dat kleed is. En dat kun je enkel breien of dubbel. Als ik dat nu zou gaan breien, dan krijg ik het never nooit niet af voor de bevalling. Dus ik weet niet hoe ik het ga doen hoor. Maar ik kan natuurlijk ook voor mezelf breien, dat kleed. Ik vind het zo leuk. Nou, sommige patronen vind ik, zijn niet echt mijn ding. Dus die zijn een beetje te abstract, zoals dit. Dat is niet echt mijn stijl. En even kijken wat ik ook leuk vind. Er staan ook pannenlappen in. Maar dit kussen bijvoorbeeld. Ik vind het kussen zo leuk met die rendieren. Ja, ook niet per se die kleuren, maar dan kun je natuurlijk zelf aanpassen naar je eigen smaken. Hele mooie foto's staan erin. Dit is ook heel leuk. Dat zijn de pannenlappen die ik bedoel. Kijk eens hoe leuk. En dan in iets andere kleurtjes. Hartstikke leuk boek. Dus ik ben er heel blij mee. Ingrid, mocht je kijken, nogmaals hartelijk dank. Hier ga ik zeker iets uit maken. Dus dat waren mijn cadeautjes. Dan heb ik nog koffie. Ja, nog één slok koude koffie. Zo. Ik schrijf al mijn notities op. Hè. Ik had eerst zo'n schrift, maar dat gebruik ik eigenlijk niet meer. Ik schrijf nu alles op briefjes. Ik heb nu nog eigenlijk... ik heb geen vakantie. Oh ja, vakantie. Wij gaan op vakantie deze zomer nog. Naar Denemarken. En mijn vrienden denken altijd van... we mogen om de beurt kiezen waar we naartoe willen. En dan gaan we het overleggen. En als we het daar alle twee mee eens zijn, dan gebeurt dat ook. En ik had zoiets van... Ja, in september begint mijn school. Want ik moet een opleiding volgen voor dit werk. En ik moet... eind augustus heb ik de introductiebijeenkomst. Of introductiedag. En dan de eerste week van september begint mijn school, mijn opleiding. En ik weet nu dat ik voortaan elke donderdag naar school moet. Nou, dat is toch fijn om te weten. En op het werk zeiden ze ook, ja, je moet wel echt vakantie nemen hoor. En ik had zoiets van, joh, laat mij lekker doorwerken. Hè. Geld, ik vind dat prima. En iedereen raadde dat af. En ik denk, ja, wie ben ik dan om daar niet naar te luisteren? Dus ik heb in augustus 2 weken vrij. En we gaan naar Denemarken. Ik ben inmiddels al bezig met een lijstje aan het maken van wolwinkels die ik wil bezoeken. En ik wil heel graag een keer breien met Sanders Garn. Maar ik zag die prijzen te schreeuwen duur. Ik heb best nog wel wat petit knitpatronen die ik graag wil breien. En zij raadt dat garen vaak aan. Ook omdat zij haar eigen naam aan heeft verbonden, hè, aan sommige van die bollen. Maar een bolletje garen is 8,75, zag ik pas geleden. Nou... Ik heb een beetje te berekenen hoe duur een trui dan zou worden. Dan kom ik uit op €130 of zo. Dat gaat never nooit niet gebeuren. Ik ga echt geen trui breien van €130. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat vind ik mezelf niet waard. Ik vind het gewoon veel te veel. En ik kan me dat... Hoe zeg je dat? Ik kan dat niet aan mezelf verantwoorden. Dat ik zoveel geld uitgeef voor garen om een trui van te breien. Misschien als ik ooit miljonair ben, dat ik denk van oké, maar ja,
ik wil dus wel iets kopen van Sanders Garn kopen. Maar dan wordt het waarschijnlijk graag voor Spencer of zo. Heb je minder voor nodig. Of misschien koop ik alleen maar drops. Dat is natuurlijk ook Scandinavisch garen. Ik weet wel dat er in Noorwegen een outlet zit van Sanders Garn. Dus daar moet ook wel eens een keer naartoe. Dan kun je helemaal los. Hè? Dan heb je gewoon voor heel weinig geld heel veel garen. Maar goed, dat zijn onze vakantieplannen. We gaan dus naar Denemarken. Diverse plekken gaan we bezoeken hoor. We gaan onder meer naar Odense op Funen, eiland Funen. En we gaan naar Sundborg. Ik weet het even goed. Ik wil namelijk ook een keer naar het strand daar. Je hebt hele mooie stranden in Denemarken. En wij gaan eigenlijk nooit meer naar het strand. En soms wil ik gewoon naar het strand, lekker zitten, voet in het water. En misschien is het wel heel warm, gewoon lekker zwemmen. En als het niet lekker warm is, dan ga ik gewoon op het strand zitten. Maar dat vind ik gewoon heerlijk, naar het strand. Dus dat gaan we doen deze zomer. En dat duurt nog even, een paar weken. En als ik geen garen kan vinden daar, ik kan me bijna niet voorstellen, dan... ik neem sowieso wat mee hoor, voor onderweg. We hebben eerst een stop in Duitsland, daar blijven we 2 nachten. Hoe heet het nou? Veldsburg? Of zoiets? Ik weet het niet eens meer, moet ik even nakijken. Mooie stad in ieder geval, daar blijven we 2 nachten en dan gaan we verder naar Denemarken. En dan zijn we weer op tijd terug als mijn school begint. Maar goed, ik heb wel wat garen gekocht hier in Nederland. Ik zat er bij pakken bij Wolplein. Toen ik vrijdag was ik bij mijn moeder, want zij was jarig. En als ik daar naartoe rijd, dan rijd ik eigenlijk altijd via de Heemstraweg, zoals dat heet. En dan kom je langs Wolplein, of tenminste, ja, 1 afslagje er even af en dan is daar Wolplein. Dus het is op mijn route. En toen dacht ik van ja, dan kan ik beter van tevoren gaan, want 's avonds is die winkel dicht. Dus ik ben even naar Wolplein gegaan. En ik had al een lijstje gemaakt, had ik in de auto laten liggen, bleek achteraf. Dus ik heb niet zoveel gekocht, voor mij doen. Ik heb 5 bollen kitsilk zwart gekocht. Want ik wil een keer een zwart vest of een zwarte trui breien. En de prijzen van drops, die variëren per dag. En ik stond bij Wolplein en ik vroeg ook van kosten ze, ja, dat varieert. Dus ik ging even op het internet kijken. En toen bleken ze afgeprijsd te zijn naar €3,15 of zo. Nou, ik heb voor deze bollen ook wel eens €4,50 betaald. Dus dat was een leuk voordeeltje. Ik heb er 5 gekocht. Ik denk dat moet voldoende zijn om te combineren met een ander garen dat ik nog heb. Ik heb nog zwarte, die K-garen combinatie van wol met acryl. En nou, dan doe ik dit erbij. Dan heb je toch een leuke fluffy trui. En zoals ik al zei, ik wil een polstatier breien of een ander topje. Zo'n topje, oeps. En dat heb ik drops safran voor gekocht. Dus het safran. Unicolor, 100% matte katoen. Hij is nu heel erg licht. Het is wat donkerder hoor. Het is een beetje kaneelkleur. Nee, kaneelkleur ook niet. Lichtbruin. Als ik hier ga staan, kan je het dan beter zien. Ja, ik vind het een hele mooie kleur. Het is een hele warme kleur. Dit is kleur nummer 59. Op de website staan vaak de kleurnamen, maar hier staan alleen de nummers op. Dus kleur nummer 59. En daar heb ik hoeveel bollen van? 6 bollen. Dus dat moet toch genoeg zijn voor een truitje, denk ik. In ieder geval genoeg voor een topje. Hier zit op 50 gram, 160 meter. En ik heb pas geleden de Reverie Steel gebruikt van Herb Garden Knitwear. En die had ik gebruikt met Durable. En daar zit minder op. Hoeveel zit er op Durable? 50 gram. Even kijken hoor. Oeps. 50 gram. Stond erop, dacht ik. 150 meter, dus ja, dat is 10 meter minder. En toen had ik ook voldoende. Maar hier zit dus 160 meter op. 100% matte katoen. Daar hou ik van. Ik hou van matte katoen. En het is geschikt voor naald 3 mm. Dus hier heb ik 6 bollen van. En dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht. Ik denk dat is ook genoeg. Als ik in zo'n winkel sta, dan wil ik echt
bewust iets kopen. Niet dat ik denk van nou, ik koop alvast scharen voor het geval ik het nodig heb. Nee, ik wil een project in gedachten hebben. Want ik heb natuurlijk graag sap nog steeds. Maar dit zat al heel lang in mijn hoofd dat ik een keer zwarte mohair wilde kopen. Kid Silk mohair. En hoeveel zit hier eigenlijk op? Dit is een bolletje van 25 gram, dacht ik. 25 gram en is het 210 meter op. En dat moet je breien met naald 3,5. Maar ja, ik combineer dit altijd met andere garens en dan krijg je een mooie fluffy uitstraling. Ja, volgens mij is dat alles wat ik heb tot nu toe. Ja. Ik heb wel meer dingen, maar dat komt een andere keer wel. Ik heb niet meer gebreid aan mijn Pampers die van Samantha Gurin. Ben ik niet meer aan toegekomen. Ik heb wel een beetje gehaakt, maar ja, dat komt volgende keer ook wel, denk ik. En nee, dat was het voor nu. Het is niet een hele lange podcast. Is ook niet erg, hè. Ik ga zo mijn Engels filmpje opnemen. En alvast aan het werk. En daarna ga ik vanmiddag weer aan het werk. En ja, dankjewel voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag, een hele fijne week. Als je vakantie gaat, een hele fijne vakantie. Geniet ervan en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Doei. Ik zie zon.